Lieve YouTubers, hier weer een filmpje van Judith. Ik ga het nu hebben over de Peperbollen. Peperbollen is een Duitse jeugdserie die in Duitsland is opgenomen. En ik kijk er eigenlijk altijd maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag naar. En dan zaterdag en zondag komt er wel eens herhaling ervan. Allereerst gaan de peperbollen over Jessie, Nina, Max en Louise. Dat zijn eigenlijk de spelers die het meest in de meeste filmpjes voorkomen. En de hoofdrolspelers hebben, want zij zijn namelijk een soort detectivebureau. En ze gaan de misdaad te lijf. Het is een groepje kinderen dus bij elkaar die dus misdaden en onrecht uitzoeken. Verder heb ik net al genoemd in het begin dat het een Duitse kinderserie is. Maar ik blijf het gewoon een heel erg leuke serie vinden om naar te blijven kijken. En ik blijf het ook zeker volgen. Het wordt uitgezonden die maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en zaterdag en zondag op NPO 3. Dan kijk ik er ook meestal naar en dan heb ik toch wel weer genoten als ik weer zo'n aflevering van hun heb gevolgd. Zaterdag en zondag zijn vaak herhalingen van de dingen die geweest zijn in het verleden, maar ook die vind ik nog steeds leuk om te blijven kijken. Meestal komt het programma rond 4:30. De ene keer is het 4:55, de andere keer is het weer 4:50. Daar ongeveer zit het. Nou, de dagen heb ik jullie al laten weten wanneer ik het heb gezien. Het is een serie en die wordt opgenomen in Hamburg. Peperbollen is begonnen met de serie in 1999 tot 2000. Toen hebben ze seizoen 1 en 2 gemaakt en de volgende seizoenen zijn gekomen 3 en 4 in het jaar 2002 tot 2005. Seizoen 5 en 6 zijn gedaan in 2007 tot en met 2008. Sorry voor het boertje. En seizoen 9 is 2012 tot en met 2013 ontstaan. En schijnbaar zijn er 10 seizoenen opgenomen van deze serie. Nou, ik vond dit weer een heel erg leuke video. Leuk om dit weer even met jullie te mogen delen samen met al mijn YouTubers en met mijn abonnees. Ik hoop dat jullie het ook weer een leuk filmpje hebben gevonden. En tot volgende keer maar weer. Dag, lieve YouTubers.